Goedemorgen bij deze vieren van de Eucharistie, waar een kapelaan van Pasen zal voorgaan. Ook de mensen thuis, welkom bij deze viering. Voordat we aan de vieren beginnen, een stukje van de MOV over het Adventsproject. Tijdens deze adventsperiode houdt de MOV-werkgroep, ondanks de corona, een actie voor onze medemensen ver van hier in Congo. Daar is veel armoede en honger. In een Masisi-gebied leven duizenden mensen die zijn gevlucht voor extreem geweld. Wij vragen uw aandacht voor de 50 gezinnen die in Congo samenwerken in 5 groepen, die elk gieters, harken en een pakket groente krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. Zij zijn hardwerkende moeders die met de opbrengst van deze akkers hun gezin van voedsel voorzien. Het overtollige kunnen ze verkopen en zodoende hebben ze weer geld voor gezondheidszorg, scholen en opleiding voor hun kinderen. Zo kunnen ook zij een beter bestaan opbouwen. Help u mee om de mensen in Congo een beter leven te geven. Ik wens ons allen een mooie viering. Maar dat hoeft het vieren niet minder te maken. Zo, de laatste zondag voor Kerst, mogen we ons richten op die geboorte van de Heer
mogen we ons richten op Maria, die plek gegeven heeft aan God om mens te worden in deze wereld. Mogen we haar voorbeeld meenemen in gedachten in deze viering en mogen we kijken waar we zelf een thuis kunnen zijn voor God en mensen. Daar waar we tekortgeschoten zijn in de afgelopen tijd om het gevoel van veiligheid, dat gevoel van thuis zijn te geven aan de mensen om ons heen, misschien wel aan onszelf, krijgen we een kort moment van stilte. Datgene waar we in tekortgeschoten zijn, voor te leggen aan God. Broeders en zusters, beleiden we dan onze fouten en onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. We openen de Heilige Schrift, de Bijbel, om te luisteren naar het woord van God. Uit het tweede boek Samuel. Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden in heel de omtrek hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Nathan: nu moet u eens zien, zelf woon ik in een paleis van zedenhout. En de ark van God staat onder tentdoek. Nathan zei tot de koning: doe gerust wat u van plan bent. De Heer staat u bij. Maar diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Nathan. Zeg aan mijn dienaar David, zo spreekt de Heer: gij wilt voor mij een huis bouwen en mij daarin laten wonen? Zo spreekt de Heer: Heer van de hemelse machten, ik heb u uit de steppen gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk. Op al uw tochten heb ik u bijgestaan, al uw vijanden heb ik vernietigd, uw naam heb ik groot gemaakt aan die van groten der aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen. Het wordt niet meer opgeschrikt en door geen boosdoener verdrukt, zoals vroeger in de tijd dat ik over Israël mijn volk rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat hij voor u een huis zal oprichten. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden. Uw troon staat vast voor eeuwigheid.
woord van de Heer. Tussen zang een gedeelte van Psalm 89 met de refrein: Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uw trouw verkondigen aan elk geslacht. Gij hebt gezegd: Mijn gunst blijft eeuwig duren. De hemel is de grondslag van mijn getrouw. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Ik heb met David een verbond gesloten. Mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd. Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig. In alle tijden blijft uw troon bestaan. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Hij zal mij aanroepen. Gij zijt mijn vader, mijn God, de stenen rots van mijn heil. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor immer blijft mijn bond met hem van kracht. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, aan hem die mijn machte is u te bevestigen in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondigd, volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwevend bleef, maar dat nu is onthuld en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God aan de hand van de profetische geschriften aan alle heidenvolken is bekendgemaakt om hen te brengen tot gehoorzaamheid van het geloof. Aan hem, de enige alwijze God, zij de verheerlijkheid door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zo spreekt de Heer. Mag ik u vragen op te staan voor het Alleluia en het Heilig Evangelie. Alleluia, 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 Alleluia. Volgens Lucas. Toen Elisabeth 6 maanden zwanger was, werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, de Heer is met u. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, gij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David schenken, en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook
zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu, zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Woord van de Heer. Als mensen een kind verwachten, dan is een van de mooie, misschien ook wel een beetje spannende activiteiten in aanloop naar de geboorte van het kind, het zoeken van een naam. Welke naam geven we ons kind mee? Gaan we ons kind vernoemen? Een mooie traditie, door de eeuwen heen. Zoeken we een naam die wij mooi vinden? En gaan we voorbij aan die eeuwenoude traditie? Als het om de naam gaat, dan hebben Jozef en Maria weinig te kiezen. Zowel Jozef als Maria krijgt te horen wat de naam van het kind zal zijn. Jezus. Joshua. Yeshua. En dat mag een beetje vreemd klinken, eigenlijk in de oren van de kritische luisteraar. Want als we een aantal eeuwen eerder kijken bij een van de profeten, dan staat daar geschreven dat het kind Emmanuel genoemd zal worden. En dan is Jezus toch wel een heel andere naam, in ieder geval in onze taal. In de Hebreeuwse traditie hebben alle namen een betekenis. Ook bij ons hoor. Misschien kijken we daar ook nog met een schuin oog naar. Wat betekent de naam die we aan ons kind geven? En in de Hebreeuwse traditie zullen we dan horen dat de vertaling van Jezus God redt betekent. Of God helpt. Of God staat bij. En als we kijken naar de betekenis van Emmanuel, dan komt die vrijwel op hetzelfde neer. God met ons. God die met ons meetrekt door ons hele leven. Het is nu misschien wat minder vanzelfsprekend dan in die tijd voorafgaand aan die grote koning David, toen de herders nog rondtrokken en ze hoopten dat hun God mee zou trekken met hun en met hun kudde. En die spanning horen we een beetje terug in de eerste lezing van vandaag, waar David niet meer rondtrekt achter de schapen, maar zich een paleis bouwt. Een mooi paleis. Dure grondstoffen. Mensen gaan zich vestigen op één plaats. En wat moeten we dan met God als hij gewend is met ons mee te trekken? Nou, dan vindt David dat God ook maar een paleis moet hebben. Een tempel. Een plek om te wonen. Een plek om te hebben. Een plek om te zijn. Zichtbaar en ervaarbaar te zijn op een bepaalde plaats waar mensen God kunnen bezoeken. God kunnen zoeken. Mensen bouwen door de eeuwen heen zich een plek om zich thuis te voelen. Bij het ene volk zijn dat hutten of huizen van hout. Als we net in het noorden zoeken, dan moeten we denken aan iglo's.
Mensen hier bouwen zich huizen of kastelen of een mengvorm, huizen als kastelen, want het kan soms niet groot genoeg zijn. Zo lijkt het. Ook voor God kan het niet gauw groot genoeg zijn, vinden de mensen van die tijd. Als we kijken naar onze eigen kerkgebouwen, dan zijn die ook vaak heel erg hoog. En waarom? Omdat God de ruimte moet hebben. God is niet vast te pinnen op één plek. En dat is ook de boodschap die David nog te horen krijgt als hij die plannen ontvouwt voor het bouwen van die tempel. Het zal zijn zoon Salomo pas zijn die een tempel weet te bouwen voor de Heer. En die tempel zal niet alleen de plek van God zijn, maar zal ook de rijkdom van de koning uitstralen. Hoe is het voor ons als mensen? Is God voor ons die tempel in ons eigen leven? Tempel van God, tempel van rijkdom. We hebben hier een mooie kerk, gebouwd door mensen. Een deel wellicht uw voorouders. Een plek om God te bezoeken. Zo is het door de eeuwen heen. God zoekt de mensen en de mensen zoeken God. In het evangelie van vandaag wordt Maria door God gezocht en bezocht door de engel van God om de geboorte aan te zeggen van dat kind, dat lang verwachte kind, Jezus, Immanuel, de Messias, welke naam we het dan ook mogen meegeven. Maria zegt ja tegen God. En ja zeggen is toch eigenlijk de kortste vorm van een geloofsbelijdenis. Maria heeft door de eeuwen heen veel namen meegekregen. Net zo goed als Jezus. Een paar van die namen uit de litanie van Maria zijn Toren van David. Als een verwijzing naar waar het geslacht van Jezus vandaan komt. Andere naam voor Maria in die litanie is de Ark van het Verbond. Maria als de draagster van het verbond tussen God en mensen. Het kindje Jezus. Maria heeft ook de naam meegekregen, of titel zo u wilt, van het Gulden Huis. Het Gouden Huis. Hoe mooi is die benaming eigenlijk als we even nadenken. Hebben we niet allemaal behoefte aan een plek om ons thuis te voelen? Een plek met een gouden randje, wat het verschil maakt tussen thuis en huis. Maria zegt ja tegen God. Wat zeggen wij tegen God als Hij aan ons vraagt of we er voor Hem willen zijn? Zeker nu in deze moeilijke tijd, waarin iedereen behoefte heeft aan aandacht. Want het valt veel mensen zwaar. Als je al niet getroffen bent, dan is het toch minstens dat mensen in onze eigen omgeving getroffen worden. En wat doet dat met ons? Trekken we ons terug in ons eigen huis, ons veilig voelen? Of durven we toch nog erop uit om de boodschappen te doen voor hen die het huis niet meer uit kunnen? Kunnen wij dat thuis zijn voor de ander? Misschien niet letterlijk, maar in ieder geval toch wel om even aan te kloppen met een telefoontje, hoe mensen zich voelen. Om te zeggen wat ze nodig hebben. Als we Maria als voorbeeld willen nemen, dan wordt van ons gevraagd om ja te zeggen tegen de vraag die op ons afkomt in deze tijd. Het mag een vraag zijn van mensen. Het mag een vraag zijn van God die een beroep doet op ons hart. Op onze oren en ogen om ze open te houden voor de noden om ons heen.
mogen ook hopen dat andere mensen onze nood zien en er zo goed mogelijk op ingaan. We mogen zo die naam van God waarmaken in ons eigen leven. Een God die met ons meetrekt. God mogen we ervaren in de Eucharistie die we straks gaan vieren. We hebben in onze kerk een tabernakel. Meestal ook zo'n gulden huis. Goud uitziend, omdat het vaak zo mooi gepoetst wordt. Het koper wordt zo blinkend als goud. Daar wordt de Heer in bewaard op momenten dat we niet vieren. En als we die deur openmaken, dan kunnen we nog iets herkennen van die oude traditie. God die met ons meetrekt. Want achter de deur bevindt zich een gordijn. Als ware het een tent waarin de Heer verblijft. God wil met ons meetrekken. God hoopt op ons ja. Als Hij een vraag stelt, mogen wij datgene wat ons kostbaar is uitdragen in deze tijd. Mogen wij ons geloof handen en voeten geven als we ja zeggen tegen God. Amen. Als u in staat bent, mag ik u vragen te gaan staan om ons geloof te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Maken we het stil in ons hart om ons voor te bereiden op het uitspreken van ons gebed. Goede God, vandaag, deze zondag zo dicht voor Kerstmis, willen we ons tot u richten. Wil naar ons luisteren als wij tot u bidden. Zo bidden wij. Dat er vrede mag komen waar oorlog is, voedsel waar honger is, een plaats om veilig te wonen voor wie dakloos is en op de vlucht, om hoop waar wanhoop is, om een nieuw begin, uw belofte van heil, dat wij, mensen van goede wil, hieraan mogen bijdragen en zo het Christuskind mogen ontvangen in ons midden. Laat ons bidden. Voor de meest kwetsbare mensen, jong en oud, voor hen die geleden hebben onder de coronapandemie en er de gevolgen van ondervinden, lichamelijk, door verlies dierbaren, door het wegvangen van werk en inkomen. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat we steeds meer in ons leven de mentaliteit en het vertrouwen leren dat Maria bezat. Dat wij als Maria, God, vruchtige mensen mogen worden
in de ontmoeting met u, met elkaar en in de respect voor de schepping die ons is gegeven. Laat ons bidden. Voor de kerk en de plaatselijke geloofgemeenschappen die u willen toebehoren, kom tot onze paus Franciscus, dat zijn woorden van menselijkheid, mededogen, troost en bemoediging hun doorwerking mogen hebben naar alle gelovigen, dat het hen nader brengt tot Jezus Christus en zijn mentaliteit van eenvoud en dienstbaarheid. Laat ons bidden. Dat wij met Kerstmis heel dichtbij in elkaars aandacht verblijven, in alles wat ons leven brengt. En wij dragen u op, de mensen voor wie wij willen bidden, van wie wij de intenties aan geschreven in het boek van de kerk. Laat ons bidden. Voor de 50 gezinnen in Congo die hun toevlucht vonden in het Masisi-gebied, waar zij leren om zelf groenten te verbouwen, dat God hen bijstaat, dat hun oogst zal slagen, zodat zij weer uitzicht hebben op een hoopvolle toekomst. Laat ons bidden. Bidden wij voor al onze dierbare overledenen die we meedragen in ons hart. Wij noemen vandaag met name Piet en Mien van Diemen, Dirk en Kobe Janmaat, Nico Koot, Tinus Hassin, vader en moeder van Veen, overleden familie Verhaar Pietersen, Gerard de Veld, Ton van Amerongen, Dien van der Steeg ten Dam, Mien van Tong Hogevorst. En bij een moment in stilte voor onze persoonlijk gebed. Laat ons bidden. Levend in het diepst van ons hart, wil onze gebeden verhoren op uw tijd en op uw wijze en leer ons uw wegen te verstaan. Dat vragen wij u door Christus, onze Heer. Amen. Aan de altaartafel in gereedheid brengen voor het vieren van de Eucharistie. U bent van harte uitgenodigd om bij te dragen in de offerande middels de collecte. Misschien heeft u dat al gedaan bij binnenkomst en anders is hij aanbevolen bij het uitgaan van de kerk. De offerande, uw gaven, zijn in ieder geval inbegrepen bij de gebeden die we zo zullen uitspreken. Is God God niet gaan verloren
Gezegend zijt gij, Heer God, van al wat bestaat. Uit uw milde hand hebben we de wijn ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijnstok en het werk van ons mensenhandel. Hij zal voor ons worden tot drank van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Dit, broeders en zusters, dat mijn nieuw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. God, moge de Geest, wiens kracht Maria heeft overschaduwd, zodat zij moeder werd van de Heer, ook de gaven heiligen die wij op uw altaar hebben neergelegd, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Profeten hebben hem geschouwd en hem voorzegd. Een vrouw die maagd en moeder was, heeft hem gedragen. Johannes heeft verkondigd dat hij komen zou en hem erkend en aangewezen toen hij eenmaal was gekomen. Hij zelf ontsteekt in ons de vreugde en de kracht om toe te leven naar de dag van zijn geboorte. Laat hij ons vinden, waakzaam, biddend, vol van dat geheim, zingend van alle grote dingen die hij heeft gedaan. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u. En juichen nu toe vol vreugde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst
en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, samen met Clara en Franciscus en met alle heiligen en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Franciscus onze paus en Johannes onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij dan bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt in uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Amen. Mogen we elkaar een teken van die vrede geven. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en zal gezond worden.
Lichaam van Christus, bewaar ons tot eeuwig leven. Bloed van Christus, bewaar ons tot eeuwig leven. Ik wil u vragen ofwel de aanwijzingen op te volgen die gegeven worden. En anders wil ik voorstellen dat eerst het voor uw rechtervak naar voren komt, alvorens het linkervak naar voren komt om de communie te ontvangen.
Laat ons bidden. Almachtige God, in deze graven hebben wij het onderpand ontvangen van de verlossing tot eeuwig leven. Wij vragen u, help ons naarmate het kerstfeest nadert, ons beter voor te bereiden op de viering van de geboorte van uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er zijn nog enkele mededelingen. Met kerstmis zijn er geen vieringen in deze kerk. Zie samenstromen voor de tv-vieringen. Oudejaarsavond is er geen viering in deze kerk. Zaterdagavond 2 januari om 19 uur is een woord- en gebedsviering. Wij verlaten de kerk via de oranserie. Hiervoor in de kerk staat een mandje voor de gaven van onze eigen parochie. En bij de deur van de oranserie staat een melkbeurs voor het adventsproject van Congo. Denk u aan de 1,5 meter afstand. Wij wensen u een fijne zondag en een goede week toe. Zo zijn we gekomen aan het einde van deze viering, op weg naar een kerst die op een andere manier misschien nog wat meer voorbereiding vraagt dan dat we gewend zijn. Het is een lastige tijd en hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we met elkaar om? Mogen we, als we mensen missen in onze omgeving, proberen toch contact met ze te zoeken? Je weet nooit waar het goed voor is. Mogen we sowieso proberen met elkaar in contact te blijven, juist in deze moeilijke tijd. Mogen het samen doen, dat onderweg zijn met God. God wil het goede voor ieder van ons. Mogen we zijn zegen vragen om de komende tijd met elkaar door te komen. Ik hoop u van harte terug te zien tijdens de vieringen die we uitzenden. We zullen tijdens de kerst de verschillende tijden op straat wijken van die lange dag. Een nieuwe
zal zegen pralen, is Christus eeuwig licht. Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Hij kon de volken troosten, die eeuwig heersen zal. Zij zijn.